Een hele goede morgen, guys. Ik heb vannacht bij Emine geslapen. Want wij gaan dus vandaag naar Istanbul. We hebben echt gewoon last minute gewoon even bedacht. We gaan even 5 dagen lekker samen naar Istanbul. Ik heb gisteren even 2 nieuwe outfitjes heel snel gescoord. Want ik heb echt precies niks mee. Wacht. Laat je even zo'n outfit zien. Het zit wel echt heel fijn in zijn outfitje van de Zara. Nog even wakker worden hoor. Het is nog best wel vroeg. Zo opgehaald door haar zus. Die brengt ons even naar Schiphol. En Emine heeft letterlijk zojuist haar koffer ingepakt last minute. Heel slim. Echt, dit ga ik nooit meer doen. Sorry. Ja. Ik kan niet komen. Nee, serieus? Ik sta beneden aan het jobbel. Oh, oké, Gillian. Want ze zei net, ik ga uit huis. Lastig. Ik had echt wel even wat gezegd. Ons zal cancelen. Ja, echt. Hè? Ik dacht, er is wel in de auto. Dus dan gaat het gewoon regenen, ik kom niet meer. Dacht je echt? Ja hoor. Zij zei gisteren, ja, vroeger als ik naar school ging en ik zag het regenen, dan kon ik gewoon niet meer. Ik denk, oh, alleen maar het regenen, zei niet meer. Echt een horror life. Bij het hotel, guys. Kijk, dan lijkt net een nachtclub. Ze hebben hier een heel leuke dakterras, hè, zeiden ze. Ja. We hebben een heel schattig kamertje. Ik vind het altijd zo mooi, hè, die marmeren details. Wat is het eigenlijk, een douche of zo? Oh, kijk, wat mooi. Heb je gezien? Oh, nice. Ik vind deze badkamer echt zo mooi, oprecht. Ik zal gewoon deze badkamer zelf kiezen thuis. Maar wij zijn echt zo moe. We hebben hoe lang in de file gestaan? Een uurtje of zo? Ja, echt heel lang. Ja. En we hebben nu echt zoveel trek. Dus ik denk dat we gewoon gelijk op zoek gaan naar eten. Dat is een beetje de bedoeling. Ik zie er ook echt heel moe uit. Oh yes, wij gaan eten. Guys, wij zitten bij een heel leuk tentje aan het water, gewoon met het beste uitzicht ever. Het is hier zo lekker, je hoort alleen maar zeg maar het geluid van het water. Ja. En een paar Arabieren op achtergrond. Ga je lekker theetjes drinken. Het is gewoon letterlijk bij ons hotel, hè? Ja. 1 minuut lopen. Ja, echt zo mooi. Wij hebben onze thee ontvangen. Guys, wij zijn weer lekker op hotelkamer. Kijk, mijn vriendinnetje, laat me het houden. Masker. Ze kwam letterlijk uit de douche. Kwam ze met een masker zo naar binnen. Dit is echt zo chill. Als je zeg maar hebt gereisd. Je bent aangekomen. Je hebt een leuke dag gehad. Je gaat lekker douchen. En dan ga je lekker schoon naar bed. Nou, guys, ik zie jullie morgen. Goedemorgen. Ik had laatst dus een snap story geplaatst omdat ik nieuwe crocs had gekocht. En ik kreeg allemaal berichten van, oh laat zien welke. Maar dit zijn ze dus gewoon letterlijk. Kijk dan, ze zijn eigenlijk best wel nette slippers, maar super fijn. En met een heel klein hakje eronder. Guys, wij hebben ons net klaargemaakt. We zijn ons aan het klaarmaken. Ik wil even mijn outfit showen. Het is echt heel moeilijk om hier te filmen, want het is echt een donkere hol. Maar ik heb dus een broek van de Zara. Hij loopt zo wijd van beneden. Truitje Zara. Tasje is ook van de Zara. Ik dacht het wel leuk om zo'n statement tas erbij te hebben. Zo'n mooie groene tasje. Dit is mijn outfit. Het is buiten helaas echt een beetje grauw.
En vandaag en morgen gaat het hier nog regenen. Echt trots. Maar vrijdag en zaterdag wordt het wel mooi weer. Wij zijn lekker weer bij de Starbucks. Ik heb voor het eerst café mocha besteld. Dat bestel ik echt gewoon nog nooit. Maar gisteren had M met geproefd. En ik vond hem heel erg lekker. Dus ik ga hem gewoon proberen. Ik heb dus nog niet eens verteld wat we gaan doen. Maar vandaag gaat het dus regenen. En wij dachten misschien is het de beste plan om even gewoon lekker naar de mall te gaan. Om te gaan shoppen. Want we hebben sowieso niet echt goed ingepakt. Misschien hebben we nog een outfitje of zo kunnen scoren. En we gaan naar Zorlucentrum, hè? Ja. Zorlucentrum gaan we. We zijn aangekomen. We zitten nu bij zo'n koffietentje, heel gezellig. En ik heb echt een prachtige koffie. Ik vond trouwens de café mocha niet lekker vandaag. Want ik vond hem echt heel erg zoet, dus ik heb hem niet gedronken. En M&M vond de pumpkin spice ook echt veel te zoet, want hij had gewoon 4 kopjes. Mijn koffie zien, kijk hoe mooi mijn koffie is. Er zit gewoon de chocola in. I love it. Oh, lekker. Ik heb een broodje geitenkaas. Ik heb 2 broodjes. Met de kip. Guys, we zijn bij zo'n heel leuk tentje. Echt een mini tentje waar ze echt allemaal vlees serveren. En M&M heeft dus een Iron besteld. Kijk hoe cute. Oh, hij is heel zwaar ook gewoon. Ja? Ja, toch een keer. Wow. Thank you. You're welcome. Guys, ik ga de Iron even proeven. Dit is de hoogtepunt van de dag. Oh mijn god. Lekker, hè? Oh. Hij is lekker zuur ook. I love it. Guys. Weet je hoe groot dit is? Oh. Oh, lekker. Oh yes, lekker. Wij verblijven best wel in een luxe hotel, zeg maar. En iedereen die hier komt, die gaat naar de lounge hierboven. Je hebt een lounge hierboven. En dan komen ze allemaal echt dressed en zo. En wij zijn gewoon echt lekker in de bak al gegaan. Hier in de zak. Met zonnepitten. Met bier, cola en water. En iedereen die hier komt is helemaal chic gekleed en gaat naar de lounge. En wij zijn hier gewoon letterlijk. Waar zijn wij? Hoe moet ik er? Gewoon een lounge gedeelte beneden. Nee, lobby. Het is toch wel lekker als je in de lobby dit te doen. En die mannen achter de bar gingen helemaal stuk toen ze ons zagen. En ik dacht, hij komt 100% hierheen om te zeggen dat het hier niet kan of niet hoort. Of weet ik veel wat. Ze begon gestopt met eten. En toen kwam hij hier en zei van, zo lacherig van, zal ik voor jullie thee inschenken? Ik krijg gewoon thee. Maar echt, wij matchen totaal niet ja, met deze vibe, hè? Best gewoon de hele sfeer. Iedereen komt met echt jurken, pak en zo. En wij zitten hier echt aan. Wij lijken zo echt op de top van het hotel. Ik ben meer te gek om te lachen. Nou, maar we doen niks verkeerd. Jij moet nu echt stoppen, sorry. We hebben echt schande gepakt. Er kwam een groepje in Nederland in. Ik ben... We moeten weer normaal zijn. We moeten zo stress van... Waar het kan. Bij die eten. Wat is dit bij ons? Ja, echt. Maar wij horen hier echt niet aan. Oh, ik schaam me zo erg. Ja, dit zijn echt onze aankomsten. Altijd. Oh, waarom schaam ik me deze keer? Ja, we matchen gewoon niet met de mensen die binnenkomen. Echt totaal niet. Hoe kom je pakken en zo? We hebben echt chique jurken, hakken. Oh. Dan zitten wij hier als tokkies. Oh my god. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag alweer. Gisteren heeft het de hele dag geregen. Dat wisten we natuurlijk van tevoren al. Want ik had naar de weersverwachting gekeken. Dus we hadden besloten om de hele dag gewoon naar de mall te gaan. En gewoon lekker te eten en zo. Ik heb eigenlijk echt niks gevonden of zo.
heb eigenlijk helemaal niet veel geshopt. Ik heb echt niks gevonden. Behalve één tasje van de Mango die ik wel leuk vond. Ik wou heel graag zo'n Jacquemus tasje. En die kon je hier dus bij de Bayman halen. Alleen ik wou een bepaalde tasje, de Bambino, de grotere versie zeg maar. En ik zag hem in het echt. En hij was nog steeds echt mini. Ik bedoel, mijn camera past daar ook niet in of zo. Dus ik werd gewoon echt zonde van mijn geld. Dus ik heb die toch niet gehaald. Maar ik heb wel een tasje gehad van de Mango. Die vond ik echt heel erg leuk. En dat is dit tasje. Kijk hoe cute. Ik denk dat ik hem vandaag aan ga doen met mijn outfit. Ik heb echt een heel simpele outfit aan. Gewoon een topje en een pantalon eronder. Een witte pantalon. En ik denk dat ik dit tasje erbij ga doen. En that's it. Ik had eigenlijk een heel andere outfit gepland. Maar ik voel me daar helemaal niet comfortabel in. Dus ik denk ik ga gewoon lekker voor comfortabel. En ja, that's it. Want ik had zo'n blouseje. Kijk. Ik had dit blouse van de Zara. Ik vond hem zo mooi. En hij zat ook best wel mooi hoor. Alleen, ik wil zo'n ding niet de hele dag aan. Ik heb een van die pofmootjes. Ik wil zo'n ding niet de hele dag aan. En als we eenmaal uit het hotel zijn en ergens heen gaan, zijn we gewoon de hele dag weg. Dus ik dacht, nee, ik ga meer voor comfortabel. En dan komt het zo aan. En dan vertrekken we vandaag richting het oude gedeelte van Istanbul. En wij verblijven het nieuwe gedeelte. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb al die jaren dat ik naar Istanbul ben gegaan, ben ik altijd naar het oude gedeelte gegaan. Ja, ik hou er heel erg van. Ik ben echt van de geschiedenis. Ik hou er heel erg van. Ik hou echt van cultuur, geschiedenis en zo. Ik vind daar de gebouwen mooier. Sultan Ahmed, de Hagia Sophia, de bazaar, de sfeer, de kraampje. Dat vind ik allemaal helemaal geweldig. Zo, die geluid. Ik hoop echt dat je me horen. Maar hier hebben we het allemaal niet. Ik vind het hier niet zo. Plus, ik merk wel dat ik echt niet hou van die moderne tent in Istanbul. Waar je bijvoorbeeld risotto of zo krijgt. Ik word er echt niet goed van. Ik hou echt van traditioneel eten. En ik heb gisteren even allemaal restaurantjes opgezocht. En we gaan vandaag even heel lekker uitgebreid ontbijten in het oude gedeelte. En daarna gaan we ergens ook gewoon heel traditioneel eten. Dus ja, ik neem jullie daarin mee. Maar ik heb dit tasje ook mee van Prada. Maar die heb ik al echt heel vaak gedragen. Dus ik denk dat ik gewoon voor de nieuwe ga. Beetje zelfde kleur. Dit is de outfit. Gewoon heel simpel en comfortabel. Nu bij het ontbijtplekje. We hebben nu thee gekregen. Ik ben dus achtergekomen, want het was dus op een aanrader van een volger. Dat het dus gewoon een Libanese plek is. Maar ze hebben hier echt gewoon een geweldig ontbijtplek. Guys, het is zo lekker. Moet je dus eerst een olijfolie dippen en daarna hierin. En het heet trouwens zaatar. Wij zijn nu aan het lopen naar Sultan Ahmed. We zijn ergens gedropt, we weten eigenlijk niet of we in de buurt zijn. Ze zeggen 50 meter. We hebben al lang 50 meter gelopen, eerlijk. Het is al lang 50 meter voorbij. 50 meter is 500 meter. Gewoon, gewoon 5 kilometer. Dus we hopen dat we er zo zijn. En alles is hier zo... Bye bye! Oh, ik schrik me dood. Alles is hier zo heuvelopwaarts. Dus we gaan ook helemaal dood. We zijn er, guys! Dit is het plein. Hagia Sophia hier. Sultan Ahmed aan deze kant. Ze hebben best wel veel gelopen vandaag. We zijn nog aan de bazaar even geweest. Ja, dat vond ik helemaal niks, want ik ben er zo vaak geweest. En nu zitten wij hier gewoon lekker op het pleintje bij de Sultan Ahmed. En ik zei tegen M. Eigenlijk het enige wat wij missen is nu zonnepitten gewoon. We konden hier gewoon lekker de hele avond zitten en chillen. Ja man. Maar goed, hebben we niet. We hebben net wel mais gegeten, maar ik heb echt zin in zonnepitten. Kunnen we het ergens krijgen, denk je? Nou. Zonnepitten.
Salim. We kunnen wel rondkijken, want je hebt hier allemaal van die kraampjes. Kijk wat ze allemaal hebben. Kom, we gaan even kijken. Okay. Aantal pad. Want in de avond is het hier ook echt heel erg leuk om te chillen, hè? Ja, we zijn wel ons bankje kwijt. Link, we hebben zonnepitten, guys. Live. We zijn gewoon aan de bak al gegaan. We hebben zonnepitten gefikt. We hebben geplast. En nu gaan we chillen hier. En straks, wat gaan we straks doen? We gaan fasulje eten. We hebben een traditioneel tentje ontdekt waar we de lekkerste fasulje kunnen eten hier in de buurt. En daar gaan we straks in, want we gaan eerst even chillen. Mama is Christine. Lekker! Kijk hoe lekker het eruit ziet. Als je afvraagt wat dit is, dit is gewoon rode peper, hè? En wat doe je er nou op? Doelbeber. Ik ga het even proeven. Oh, lekker. Echt lekker. Lekker. Die smaak is er echt, zeg maar, hoe zeg je dat? Erin getrokken. Ja. Heerlijk.